Een beetje het oefenen, een beetje het trainen, je auto afstellen. Ja, eigenlijk klaarmaken voor de volgende wedstrijd die we hebben in augustus weer. En dat doen jullie dan regelmatig, dit oefenen? Het oefenen, ja, zoveel maar als je kan. En van de moeder ze de vrouw mag, dan probeer je dagelijks te rijden, maar dat lukt niet altijd. Ja, we zijn heel trots, we mogen de EK gaan organiseren. En we gokken nu op week 28 in juli. En met de hemelvaart trainingen. Ja, en dan komen ze nog van heel Europa, ja, dik 14, 15 landen. Er zijn ongeveer 100, 120 rijders. Dus ja, we moeten wat tenten neerzetten hier. Er komen caravans, campers, alles komt hier te staan. Ja, het is gewoon een happening op zich. Het is, ja, druk, feest. Even over de sport aan zich. Hoe groot is het? Nou ja, in Nederland heb je helaas maar 3 banen waar wij met de Big Scale, met 1 op 5 mogen rijden. Ja, er zijn volgens mij 6 of 7 banen in Nederland waar je wel met elektra mag rijden. Ja, helaas te weinig. En ja, dan krijg je weer de milieudingen die we altijd horen. Ja, je maakt te veel herrie, brandstof, stikstof, dat soort dingen. Dus ja, een hoop banen mag je niet rijden. Jullie hebben ook echt nog wel met allerlei regeltjes te maken. Ja, absoluut met alle regels. Je hebt echt, zoals de Formule 1, de FIA hebt, hebben wij de NOMAC in Nederland. Je moet regels hebben van dat mag wel, dat mag niet. Hier mag je met alle motors rijden die je wil. Je mag hem opfokken. Hoe je hem afstelt, wat voor banden je gebruikt, dat mag je zelf uitmaken. Je bent nooit, hè, dit geluid? Ja, ik vind het heerlijk om te horen. Ja, dat is gewoon lekker. Dat zie je zelf ook. Als je eenmaal gaat rijden, misschien moet je een rondje proberen. En dan word je ook lid.